Hoi, mijn naam is Hugo Kennis en wat tof dat ik jou mag gaan helpen met dit allerhande recept. De regenboog paastaart. Vrij hysterisch, maar wel leuk. Let's go. Voor deze heerlijke regenboog paastaart heb je nodig poedersuiker, kristalsuiker, flink wat roomboter, eieren, zelfrijzend bakmeel, zout, kokosmacronen, vanille-extract, wat fondant, witte hagelslag, bruine hagelslag, wat rozijntjes, marsepein en paaseitjes en wat kleurstoffen. We gaan beginnen, maar alvorens we dat gaan doen, even de oven voorwarmen op 170 graden. En dit is een taart, ik zeg het eerlijk, normaal zeg ik, oh, dit is super simpel en super snel. Deze kost wel wat tijd, maar het is het waard. Het is voor 12 personen, dus dan ben je ook in één keer klaar voor de hele groep voor wie je het wil gaan maken. Ik ga de suiker nu vast met 375 gram zachte roomboter luchtig kloppen. Het kan met een handmixer of je zegt, ha, ik gebruik gewoon mijn machine. In het begin niet te hard, anders schiet alles tegen het plafond. En op een gegeven moment voel je wel, oh, hij heeft hem. Zo. Pak het vanille-extract erbij. Maak ik een theelepeltje vast van in. Beetje geknoeid. En als het een beetje luchtiger is, gaan we dadelijk één voor één, let op. Erg belangrijk, één voor één de eieren toevoegen. Zodat dat ei goed opgenomen wordt in die boter. Doe je nou alle eieren erin, dan kan hij wat makkelijker gaan schiften. En dat willen we niet. Gaan we eens één eitje toevoegen. Nog een eitje. Nog een eitje. Laatste eitje. Toch een eitje. Het ei is opgenomen, dus nu mag het meel erbij. Ik zet dan wel even de machine uit. Anders boef, stopt het hier enorm. Nu gaan we hem even eerst zachtjes draaien. Langzame tempo opvoeren. Je ziet ook wanneer hij een beetje opneemt, die bakmeel. Ja, ik durf het aan. En dan mag ook het zout erbij. En ook dit moet even 5 minuutjes mooi luchtig kloppen. Kijk, een prachtige, luchtige massa. Maar ja, nu is het gewoon cake. En ik had een... Daar is hij. Ik had een regenboogtaart beloofd. Dus nu gaan we het delen. Ik wil 3 kleuren hebben. Dus 3 lagen. Dat is eigenlijk 3 verschillende kleuren cake. Pak je even 2 kommen erbij, plus die is 3. En dan ga je even het beslag verdelen over, dus zeg, 3 kommen. Nog eentje daarbij. En nog eentje daarbij. En nu ga ik ze even individueel dus een kleur geven. Blauw, oranje en rood. Ik heb het een beetje nu op het oog verdeeld, 3 delen. Vind je dat nou lastig? Je kan het natuurlijk ook gewoon eventjes afwegen. Dat is blauw. Dan gaan we naar oranje. En je kan natuurlijk producten ook kleuren op een andere manier. Groen kun je maken bijvoorbeeld met spinazie. Zwart, inkt is inkt. Rood, biet. Kan. Kurkuma, geel, maar dan krijg je ook een smaakje mee. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Oranje boven. En de laatste kleur. Rood. Hou wel even een paar druppeltjes van die rood achter. Nou, nog even rustig nalezen. Alle ingrediënten staan natuurlijk ook hieronder in de beschrijving. Dan mogen ze in een bakblik. Ik heb de onderkant al bekleed met bakpapier. En ik heb de ringen al ingevet aan de zijkant. Het is zelfrijzend bakmeel, hè? Dus het gaat sowieso nog een beetje de lucht in. Dus die ring hoef ik echt niet vol te zitten. Niet denken, oh, ik heb te weinig beslag. Het komt goed. Dan de blauwe. En de laatste.
Paas hangt toch wel ook een beetje aan elkaar met mooie kleurtjes. En het is weer voorjaar, het is gezellig, er worden eitjes gezocht. En toch worden er ook steeds meer taarten gebakken rond de Pasen. Vroeger was het gewoon, ga maar eieren zoeken. En dan niet eens chocolade-eieren, maar gewoon echte hardgekookte eieren die wel of niet geschilderd waren. Dan mogen ze de oven in. Zo. Deze mogen 30 tot 40 minuutjes in de oven. Maar, je bent nog niet klaar, ik ga ondertussen verder met de garnituren. Wat ik ook trouwens tussendoor wil weten, wat is nou jouw favoriete taart, dan wel niet paastaart? Laat het even achter in de comments. Ik vind het gewoon leuk om te lezen. We gaan verder. Paastaart, denk aan Pasen, denk je aan de paashaas. Het is natuurlijk een paashaas eigenlijk, een paashaastaart. Dus ik ga er een konijntje van maken, een haasje. En een haasje heeft oren. Ik heb een stukje fondant en dan moet je ongeveer 1/3 achterhouden. Want ik ga witte oren maken met zo'n gezellig fluffy roze binnenkantje. Daarom zei ik, bewaar nou een klein beetje van die kleurstof. Dus dan gaan we dit eventjes een beetje plat kneden. Ik ga er even max twee druppeltjes van die rode kleurstof in. Doe eerst even 2 druppels. Ik kan er altijd nog iets bij doen, maar eruit halen, geloof me, dat wordt ernstig lastig. En dan kneed je het gewoon eigenlijk naar binnen, zodat het zo min mogelijk in het begin op je handen komt. En op een gegeven moment moet je het maar loslaten. Dan denk je, nou, allemaal roze handen. Dubbel vouwen. En als je nou slim bent en je bent dit thuis aan het maken en je hebt van die handschoentjes, doe handschoentjes aan. Dan krijg je roze handen. Zo, roze. Nu gaan we de witte fondant uitrollen. Een beetje een lange plak, want daar ga ik de hoofdoren zeg maar uitsnijden. Pak gewoon een klein beetje van dat poedersuiker wat al klaar staat voor de botercrème. En dan rollen we hem uit. Ongeveer 12 bij 5 centimeter wil ik die oren hebben. Dat is zeg 10 bij 24 centimeter. Hogere wiskunde. Oké. En nu komt het aan op je skills. Dan kun je zeggen, ja, ik vind dat heel moeilijk uit het handje. Dan knip je ze eerst uit papier, dan kun je een beetje bijknippen en dan leg je dat erop. Of je denkt, nee, ik ben een ware Picasso, ik ben een kunstenaar. Ik doe dat gewoon. Plus, het mag een beetje artistiek. Het is jouw creativiteit. Ik vind dit wel goed. Tjak. Tjak. Dan het roze bolletje. En die mag wat kleiner, want dat wordt het binnenkantje van de oortjes. Zo. Beetje dezelfde vorm, maar dan dus kleiner. Hop. Kijk nou, gezellig. Kun je ze een beetje nog in elkaar rollen. Als er nou echt te veel poedersuiker op zit en het plakt niet, kun je er een klein beetje water tussen doen, tussen die twee fondantjes. Dan ga je ze eventjes op een bordje leggen. En ik doe ze bewust een beetje, klein beetje in die rand zo. Dan gaat het een beetje zo staan. En als het goed is gaat het eigenlijk een beetje stollen nog, een beetje harder worden in de koelkast. Dan heb je een beetje zo van die oortjes. Vind ik gezellig. Die mogen in de koelkast. Cakes in de oven. Oortjes in de koelkast. Nou gaan we de botercrème doen. Daarvoor heb ik de andere deel van de zachte roomboter nodig. Die op kamertemperatuur is. Kom maar jongens. En nog een klein beetje vanille-extract. En deze gaan we mooi luchtig kloppen. En als die mooi luchtig is, gaan er in 2 delen die poedersuiker doorheen. Dit duurt ongeveer 5 à 8 minuutjes. Ligt eraan hoe snel je mixer is. En als je boter goed op kamertemperatuur is gekomen, zul je ook zien dat het echt sneller gaat. En je ziet wanneer boter luchtig wordt, dan wordt die witter. Dus nu is ze nog redelijk geel, maar hoe meer lucht erin komt, hoe witter die boter wordt. En dan weet je, hij heeft goed wat lucht te pakken. Ja. Hij is in volume gestegen, hij is wat witter geworden. Nu gaan we in 2 delen dus die poedersuiker toevoegen.
Dat is één. En ook hierbij nu niet volle kracht vooruit. Want je ziet nu al dat het stoft, nadat het alleen maar erger door die mixer. Dus even standje één rustig beginnen. Hoppa. En dan heb je hem. En dan het tweede deel. Dat is hem wel hoor. En nu ga ik hem dus, deze ga ik ook kleuren. Eén deel geel, één deel groen. Want een paashaas houdt van gras. Dus we gaan een klein, straks als garnering nog wat gras omheen maken. En voor de paashaas zelf ga ik geel gebruiken. Ongeveer 1/4 eruit halen. Zo. Dit is ongeveer 1/4. Eerst het geel doen. Niet het hele tubetje, het hoeft niet heel fel geel te zijn. En voilà. En grasgroen. Wat ik ook leuk vind aan Pasen, en wat ik eigenlijk met ieder feest er gewoon leuk vind, is de traditie die families daaraan vasthangen. Ik ben toch ook wel echt benieuwd, los van je favoriete taart, wat jullie echte paastraditie is. Laat het ook even weten in de comments. Deze ga ik vullen in een klein spuitzakje. Met een heel klein, zo klein mogelijk kartelspuitje daarin. Zodat je eigenlijk mooi een beetje grashoopjes kan maken. Sla de spuitzak even goed een paar keer om je hand heen. Zo voorkom je namelijk dat die bovenrand helemaal onder de crème zit en dat je hele vieze handen krijgt, dat je het dadelijk heel mooi gaat opspuiten. Dus echt een soort hoest over je hand heen trekken. En dan kun je daar je spatel iedere keer aan afsmeren. En dan haal je hem gewoon naar boven. En dan als het goed is, kijk, vanaf nu knijp je hem dicht en draai je hem op. Duw je eerst de lucht naar beneden, want die mag als eerste uit. Draaien, draaien. En als je straks gaat opspuiten, slaai je hem om je duim heen. En kun je met één hand heel nauwkeurig werken. Maar goed, dat is straks. Dus deze leg ik gewoon eventjes in de koelkast. Zo. Deze mag ook eventjes in de koelkast nog. Het is tijd om de cakes erbij te halen. Die heb ik al even iets laten afkoelen. En die ga ik nu een beetje bijsnijden. Dus het mooie bolle kapje moet eraf, want dan moet het dadelijk tegen elkaar komen als één geheel. Gewoon een klein beetje de bolling eraf. Halleluja! Bakpapiertjes eraf. Dan gaan we de crème erbij pakken. Even een keer de crème doorspatelen. En nu gaan we dus de delen eigenlijk aan elkaar lijmen. Met wat van die botercrème. Orange in het midden. Hier een laag crème. Mag je vrij forse laag doen. Wat je naar buiten duwt, kun je het eigenlijk toch afsmeren. Zo. En nu gaan we ongeveer zo'n stukje, wat is het, een centimeter of 2, 2,5. Eraf snijden, want dan kun je hem rechtop zetten, want dit wordt het vooraanzicht van het konijntje. Van het haasje. Zo. Oh, dit wordt straks de binnenkant. Dit deel niet weggooien, hier kun je cupcakes van maken. Wil je weten hoe? Lees dan even onder in de beschrijving. Kijk, zo komt hij dan te staan. Hier opzetten. Hop. En nu gaan we die groeven zeg maar invullen met botercrème en gaan we hem helemaal afsmeren, zoals dat heet. Eerst gewoon voegen. En daarna gaan we hem smooth afsmeren. En dat is dan echt puur voor het mooie gladde effect. Zo, en nu mag je hem helemaal rondom gaan afsmeren. En de botercrème, als je hem straks nog even koud zet, wordt hij natuurlijk nog wat harder en steviger. Zo. Ik snap dat u denkt, nou, dit is toch geen paashaas, Hugo. Dit is een gele blob. Maar het komt goed. Ik ga hem eventjes een beetje laten afkoelen nu. En dan ga ik straks echt het gezichtje maken, de oren. Dan denk je, wat een mooi konijn of haas. Hij is even afgekoeld. Hij is er klaar voor om getransformeerd te worden naar haas. Dan gaan we bijvoorbeeld wat marsepein. Daar kunnen we eventjes een leuk wangetje van maken. Ik snij er een stukje af. Zo'n gezellig appelwangetje. Hots. En hier heb ik nog eentje nodig. Wat heeft hij nog meer nodig?
neusje. Een klein beetje roze van het marsepeinen eitje. En dan vormen we een beetje een konijnenneusje. Maar dan denk je, ja, hoe ziet de konijnenneusje eruit? Nou, een beetje zo. Nou, dat heeft natuurlijk snorhaartjes. Grote hagelslagjes. Deze. Dan de oogjes. Daar hebben we wat rozaantjes voor. Dat zijn natuurlijk een natuurproduct, dus ze zijn niet allemaal even groot. Maar probeer dezelfde kleurtjes en een beetje dezelfde grootte te pakken. En je kan ze natuurlijk een klein beetje plat duwen. Hop. En het is wel leuk om hem ook eventjes leuk te kunnen laten knipperen. Oftewel, we gaan er ook nog wat wimpertjes op maken. En dan hebben we nog de kokosmacroontjes. En dat zijn een soort van de voetjes. Dus twee zo aan de voorkant en twee stamppootjes aan de achterkant. Vloek! Dan pakken we die groene botercrème erbij. Altijd eventjes een testdraaitje doen. Oké. Okay. Een beetje zo uit de voetjes laten komen, want er zit gezellig zo hop op het gas daar te sprinkelen. Hoi, hoi. Soms mag je wat langere sprietjes maken. Hats. Hats. Zo. Hij springt eruit. Paas. Haas. Nou, wat een cutie. Hij is natuurlijk prachtig en gezellig. Maar ja, het gaat natuurlijk ook om de binnenkant, want het is een regenboogtaart. Dus ik ga hem toch even aansnijden, want ik wil hem ook proeven. Tadaa. Het ziet er leuk uit. En het is lekker. Wil je nou nog meer inspiratie zien? Klik dan hier of hier. En wil je andere programma's of series zien? Abonneer je dan op het Allerhande YouTube-kanaal. En laat iets achter in de comments. Doei!